In deze film maken we van deze achtergrond echt een mooie zwarte achtergrond. Deze achtergrond is. Net niet zwart. En dat was eigenlijk ook een beetje de bedoeling. Want anders kwam de zwarte kleren gewoon niet mooi uit. Maar stel dat ik bijvoorbeeld deze achtergrond wel zwart wil hebben. Nou, dat kan ik in Photoshop heel makkelijk doen. En in dit geval heb ik een modelfoto. Maar dit zou ook werken met bijvoorbeeld een paard. Om op die manier een black foto te maken. Wat moet ik doen? Ik moet om te beginnen gewoon eens mijn onderwerp selecteren. En dat kan in Photoshop op vele manieren en ik ga het Photoshop eigenlijk gewoon grotendeels zelf laten doen. Ik ga naar een selectiegereedschap, in dit bijvoorbeeld de toverstaf, en dan heb ik hierboven de optie onderwerp selecteren. En als ik daarop druk, dan gaat Photoshop kijken van nou wat zou hier het onderwerp kunnen zijn en laat ik dat gewoon eens netjes selecteren. En je ziet het, mijn model wordt gewoon geselecteerd en de achtergrond is daarmee niet geselecteerd. En dat is een keuze, daar kan ik dadelijk iets mee, want ik wil juist de achtergrond zwart hebben. Dus ik ga om te beginnen eerst eens de achtergrond selecteren en dat ga ik doen door deze selectie om te draaien met de combinatie Ctrl Shift en I. En op dit moment is mijn achtergrond dus geselecteerd. En wat ik nu dus eigenlijk alleen maar hoef te doen is de achtergrond te vullen met een zwarte kleur. En dat doe ik met een aanpassingslaag. Dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. En ik kies voor een volle kleur. En de kleur die ik kies, die is simpelweg gewoon zwart. En ik druk op OK. In eerste instantie zou je kunnen zeggen dat je er bent, alleen dit is natuurlijk gewoon niet wat je zoekt. Het model heeft zwart haar en heeft zwarte kleren en die vallen eigenlijk gewoon weg in de achtergrond. Maar er zijn nog manieren om dat gewoon weer tevoorschijn te halen. Laat ik me eerst even bezighouden met het haar. Ik zoom gewoon even in op de bovenste helft en ik wil dit haar dus eigenlijk iets meer aanwezig laten zijn. Je ziet hier valt het gewoon meer op. Nou, heel eenvoudig, ik creëer een nieuwe laag, dat doe je hieronder of met de combinatie Ctrl-Shift-N. En je zorgt dat deze laag tussen jouw nieuwe zwarte achtergrond en de laag van het model staat. En wat je nu eigenlijk gaat doen is verven met wit. Dus je pakt de kwast en je gaat gewoon over het haar heen. En ja, dit is gewoon te veel. Maar niet getreurd. Je kunt Photoshop vertellen van hé, hey, ga anders met dit wit om. Nu is het wit echt gewoon een volle dekkende kleur. Maar je kunt ook zeggen van. Alles wat wit is, wat daaronder zit, dat moet je lichter maken. En dat doe je door de laagmodus te veranderen van normaal naar bedekken. En je ziet, alles wordt gewoon een hele tint lichter. Ook de achtergrond. Maar zoals je weet, we hadden een laag met een vulling. En die valt hier weer overheen. Dus als ik die nu aanzet. Dan zie je dat dat gewoon weer keurig wegvalt in de achtergrond. Echter is dit nog niet helemaal perfect. Ik heb ook een klein beetje in haar gezicht geschilderd. Dus met het gummetje, die vind je hier, of met de E, ga ik dat in haar gezicht gewoon weer netjes uitzetten. En ik zorg dat als ik met rechts klik een hele zachte gum heb. En ik ga ook even net langs de rand van haar haren. En als ik de achtergrondlaag weer aanzet, dan zie je dat de haren in ieder geval veel sprankelender zijn. Haal ik die lager even tussenuit door hem uit te zetten, dan zie je heel goed het verschil. Ook nog een klein beetje door oor uitgummen. Tot zover de haar. Als ik nou weer uitzoom, dan zie je wel dat dat een verschil is. Maar ook het pak moet eigenlijk nog terug. En dat ga ik op een iets andere manier doen. Want om dit hele pak nou wit te gaan verven, dat vind ik eigenlijk te veel werk. Dus ik ga een nieuwe volle kleur aanmaken. En in dit geval kies ik voor een witte kleur. En wat ik nou moet gaan doen is eigenlijk zeggen: Van alles wat zwart is in dit, dat moet je wit gaan maken. En dat doe ik met de modus overvloeien als. En dat vind je bij de laagstijlen. Je kunt met rechts op de laag klikken en dan kiezen voor opties voor overvloeien. En dan heb je hier twee sliders staan. En we werken vandaag met de onderliggende slider. Want in deze onderliggende slider ga je eigenlijk kijken naar de lagen eronder. En ik ga dus vertellen van, hey, alles wat zwart is, dat moet jij wit gaan kleuren. En alles wat dus lichter is dan zwart, dat moet je overslaan. Nou, en dat doe ik door dit pijltje aan de rechterkant gewoon naar links te trekken. En je ziet dat langzaamaan mijn foto voorbij komt. En ook mijn donkergrijze achtergrond wordt op een gegeven moment geselecteerd. En ik ga net zo lang door totdat ik eigenlijk gewoon het zwarte pak over heb. Om deze selectie nou wat vloeiender te maken, ga ik dit witte pijltje hier een beetje uit elkaar trekken. En dat doe ik door de alt ingedrukt te houden en dan kan ik ze gewoon een beetje uit elkaar halen. En je krijgt dan in de randen net een iets mooier verloop. En ik klik op oké. OK. Nu is mijn zwarte pak dus gewoon wit. Maar je ziet dat er in het haar en hier aan de rechterkant eigenlijk ook gewoon het een en het ander wit is. En dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dus dat ga ik gewoon netjes in het masker uitzetten. Je klikt heel eenvoudig bij de lagen op het masker. En ik zoom even in op de stukken waar het om gaat. Ik pak de kwast. Ik zorg dat zwart mijn voorgrondkleur is. En ik verf gewoon over de delen die wit zijn en die helemaal niet wit horen te worden. Ook kleine stukjes in de schaduw tellen daarin mee. En eventueel kun je met de X van kleur wisselen. Dan heb je wit weer als voorgrondkleur. En dan zou je op die manier. Nog gewoon heel makkelijk weer een klein beetje van het masker uit kunnen zetten. Dus nu is mijn zwarte broek is wit. En nu moet ik die alleen nog lichter gaan maken. Nou, je hebt net gemerkt bij het haar dat we dat op bedekken hebben gezet. En dat kunnen we nu in feite ook doen. En je ziet, het pak is gewoon een heel stuk lichter. Van echt diep zwart zit er opeens tekening in. En zet ik nu mijn achtergrond aan, dan valt het pak ook gewoon op in de foto. Zet ik het pak bijvoorbeeld weer uit of aan, dan zie je daar echt gewoon het verschil in. En zo eenvoudig is het dus om een donkere achtergrond echt diep zwart te maken en ervoor te zorgen dat de zwarte dingen in je onderwerp dat die er ook nog gewoon blijven uitspringen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.